De talkshow Khalid Sophie werd afgelopen lente voor het eerst afgelost door de nieuwe talkshow Nadia, waarin presentatrice Nadia Moussaïd huistuin- en keukengesprekjes hield met gewone mensen. Een beetje zoals Catherine Keil 70 jaar geleden al deed in haar gelijknamige middagprogramma op RTL 4. Het kon de kijker niet bekoren en de kijkcijfers van Nadia waren dan ook dramatisch. Kan dit programma nog terug? Misschien, maar dan moet het roer echt drastisch worden omgegooid, al dus presentator Euskan Akjol in Faragits. Er moet volgens Euskan meer pit in, want zo vindt hij het niet te verdragen. Ik denk dat het experiment van de VPRO, een regelrechte kopie van het succesnummer van Catherine Kell, enorm is mislukt en dat geen enkele presentator dit had kunnen redden. Het ligt dus niet aan Nadia Moussaid. Hoe zou Euskan dit aanpakken? Hij zou boze Twitteraars naar het tv-scherm halen. Wat mij betreft veranderen ze het format, halen ze ondergrondse Twitter-discussies naar het hoofdpodium en kunnen we thuisgetuigen zijn van alle fanatici die elkaar niet kunnen luchten of zien. Zo'n programma met een vleugje Jerry Springer zou volgens hem wel een kijkcijferhit worden. Een beetje kijken naar geradicaliseerde mensen die elkaar een kopje kleiner willen maken, tegengehouden door een paar beveiligers, ik heb er eerlijk gezegd wel zin in. De televisie is momenteel zo saai, ondraaglijk.